Goedenavond allemaal. Ja, waar we over willen hebben vanavond is over een overwinnend leven. Dat hoort bij een christen, hè? Een overwinnend leven. Je kent misschien wel sporters. Nou, die zijn zo getraind, die willen de finish halen. Sporters die doen er alles aan om te winnen. Of voor hun land, of voor hun club. En om de gouden medaille natuurlijk. Ja, dat willen wij ook allemaal in Christus, een overwinnend leven hebben. En zij zorgen ook ervoor dat ze goed gevoed zijn. En ze nemen vitamine-tabletten en van alles wat goed is voor hun lichaam, zodat ze sterk zijn om te kunnen overwinnen. En om te kunnen overleven natuurlijk. He? Dat ze die finish toch kunnen halen. Dus hoe sterker wij worden, hoe meer we kunnen overwinnen. Amen. In bepaalde situaties waar je in zit, wat je overwinnen wil. Misschien is het je karakter, of misschien bepaalde gewoontes die je moet afleren. Om daarin overwinning te behalen. En er zijn zoveel dingen waar je je overwinning moet behalen. En standvastigheid, dat is er ook één van. Maar als je niet stabiel bent, nou, dan denk ik niet dat je zo goed kan vechten of overwinnen. Want stel, in front, hè, er zijn soldaten bijvoorbeeld, en die lopen daar en die zijn onstabiel en die gaan maar heen en weer. Nou, ja, wat moet ik nou doen? Ja. Nou, als je zo vecht, dan heeft de vijand jou al lang te pakken. Dus in Gods Koninkrijk wil de Heer ook dat je standvastig wordt. Dat je niet zwak bent. Maar dan moet je natuurlijk allemaal leren. Dat leert de Heer je wel. En zijn woord ook. Die moet je dan ook hebben. Hè? Met zijn woord kun je ook strijden. Dat zegt de Heer ook. Hè? En wat weet je, toen Jezus in de woestijn was, streed hij ook met het woord. Want het woord is krachtiger dan welk zwaard dan ook. En dus je moet ook handelen naar Gods woord. Ja, eigenlijk zijn we krijgers. Ja, je kent wel die Indianen, hè? In de bush. Hè, daar heb je krijgers. En die vechten dan tegen een andere vijand al. Ze kunnen zo goed vechten, ze doen met pijl en boog. En dat is precies raak. Dat hebben ze geleerd. Ze hebben leren vechten. En zo wil de Heer ook dat wij overwinnaars zijn in Hem. Weet je wie de grootste overwinnaar is? Dat is natuurlijk Jezus. Hij zag wel tegenop, heel erg zelfs, om naar het kruis te gaan. Om dat voor ons te dragen. Al onze zonden en al die pijn die hij moet doormaken. Maar de Heer heeft toch dat even gedaan voor ons. Hij heeft doorgezet. Hij is een doorzetter. Daar mogen wij ook van leren. Hè? God wil dat wij doorzetters zijn. In zijn koninkrijk. En wat is het resultaat? Het eindresultaat. En nu zit hij aan de rechterhand van God in de hemel. En hij wordt verhoogd. Onze Jezus Christus, onze koning. En hij is de koning aller koningen. En dat allemaal voor onze zonden. Weet je, in Gods koninkrijk leer je ook dat je niet zo snel het bijltje neerlegt. Want als je het bijltje neerlegt, ja, dan kom je weer bij het oude. Dan denk je, ja, ik heb daar geen zin in hoor, in al die strijd. Ik vind het wel goed. En dan zit je daar. Ja, want als je iets wil, hè, in het leven, heb ik ook gemerkt, hè, als mensen iets speciaal willen, dan gaan ze ervoor vechten, want ze willen het. Ze willen het halen, bijvoorbeeld met een examen op school. Of je wil dokter worden of chirurg. Nou, daar doen ze alles voor. Dan leggen ze hun hobby's opzij en de tijd voor hunzelf. En dan gaan ze leren en leren en leren. Dus het is ook zo in Gods Koninkrijk, als je iets wil ontvangen van God,
en je krijgt het niet, nog niet, of er is geen overwinning over je situatie, wat voor situatie ook, dan wil je, ja, dan wil je overwinnen. Je zegt, Heer, er moet een overwinning komen hierover. Want u bent de overwinnaar en waarom zou ik het niet zijn? Amen. Dus ik zeg nogmaals, ik weet niet waar jullie mee zitten in het leven. Ik zeg nogmaals wat voor situatie je in zit. Dat daar overwinning zal komen. Ja, en soms wil God ook nieuwe dingen doen. Maar weet je, soms heb je ook wel eens dat je dat moet vragen aan de Heer. Dan verlang je ergens naar en je wil dat dat zal komen in je leven. Misschien een baan, een goede baan, dat kan ook. Of iets anders. Of mensen die alleen zijn en die willen trouwen. Ja, dan vraag ik het ook aan de Heer. En dat komt maar niet. Ik ken ook kennissen die zeggen, oh, het duurt dat lang. De Heer had gezegd dat ik een man zou krijgen. En ik wacht nog steeds en nog steeds. Maar Gods wegen zijn wonderbaar. Hij doet alles op zijn tijd. Hij doet dat niet direct zoals wij dat denken. Maar als hij alles op zijn tijd zal doen in jouw leven, dan is het ook raak, hè. Dan is het ook heel goed. En als wij het zelf zouden doen, dan kan het ook wel misgaan. Sommige mensen die wachten niet op de Heer, die gaan. En die zeggen, nou, die man vind ik wel leuk. Of de vrouwtje vind ik leuk. En dan gaan ze er naartoe en dan proberen ze uit zichzelf, in eigen kracht. Maar niet in de kracht van de Heer. Dus als je in de kracht van de Heer gaat, halleluja, dan overwin je. Dan ben je overwinnaar. Hoe lang het ook mag duren. God weet precies wanneer de tijd is voor ons. En zo ook met zijn werk en met alles. En het heeft ook vaak met je wil te maken. Waar je voor kiest. Als je niet gewillig bent, kan dat ook lastig zijn en in de weg staan. Ja, het is zo. Weet je, de Bijbel zegt niet voor niets. Met mijn God spring ik over een muur. Nou, ik moet zo aan denken aan die preek van broeder Hans, onze voorganger. Die zei toen van, wat heb je voor nodig om over een muur te springen? Nou, de ene zegt, ja, kracht. En de andere zei, moed. En de andere zei, ja, overwinning. Maar dat was het niet. Je hebt een muur nodig om eroverheen te springen. Want als je geen muur hebt, kan je ook niet over zee springen. Waar? En dan vraag ik jullie, wat heb je voor nodig om overwinning te behalen? Wat heb je voor nodig? Jezus. Doorzettingsvermogen. Ja, doorzetten. Ja. Het is wel eens moeilijk hoor, want ik kan wel makkelijk praten misschien, maar de ene is zwak en de andere is sterker. Maar je mag altijd kracht vragen aan de Heer. Want de Heer geeft altijd kracht. In wat voor situatie je ook komt. En als je dan strijd hebt, wil Hij je kracht geven. Dat doet Hij ook echt. Dat staat ook in zijn woord, hè. En zijn belofte, die heb je ook nog. Dus, weet je, in Gods Koninkrijk word je een held of een heldin. Amen. Kijk, als je pas tot bekering komt, dan zegt de Bijbel, dan ben je een nieuwe schepping. En al het oude is voorbij gegaan. Nou, dan denk je, nou, dan ga ik op Jezus lijken. Ik ben volmaakt. Maar dan komt het pas. Want weet je waarom? Als je pas bekeerd bent en je bent een nieuwe schepping, dan heb je nog een hele weg te gaan. Want je moet zoveel afleggen van jezelf. En dat is ook wel eens moeilijk. Het ligt eraan, de ene is makkelijker dan de andere. Misschien ben je vaak kwaad of je moppert wel eens. En je moppert te veel dan, zeg maar. Of de andere die kan niet goed vergeven. Ja, dat moet je allemaal overwinnen. En de Heer wil ook niet dat je je hele leven daarin blijft. Hij wil vernieuwing in ons. Want dan kan Hij ons sneller gebruiken in zijn koninkrijk. Dus,
het ligt aan ons levenspatroon of leefwijze. Of bepaalde gewoontes die je moet inleveren in Gods koninkrijk. Inleveren bij God. Nou, misschien kennen jullie het verhaal van Zacchaeus. Dat staat in Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Ik ga het niet voorlezen hoor. Maar daar wil ik even daar ook een stukje over vertellen. En Jezus kwam Jericho binnen en ging op die plaats er doorheen. En Zacchaeus, een oppertollenaar, wilde Jezus graag zien. Nou, je zal wel denken van, die man, dat is zo'n slechterik. Die zal al meer belastinggeld vragen dan dat je moet betalen, zeg maar. He, en hij houdt niet rekening met God of gebod. Zo'n man was het, een oppertollenaar. Hij was ook rijk. Maar hij wilde wel Jezus zien. En vanwege de menigte kan hij Jezus niet zien, omdat hij heel klein is. Dus, hij was ook slim, hè? Want weet je, in Gods koninkrijk moet je slim zijn. Als je overwinnaar wil worden. Nou, dat was Zacchaeus wel, die was zo slim, die dacht, ik ga in de wilde vijgenboom ga ik klimmen. Dan kan ik Jezus zien. En Jezus keek omhoog, terwijl er zoveel mensen zijn. Maar Jezus keek toch naar Zacchaeus. En je zou denken, nou, heer, zo'n slechte man, hebt u daar op het oog? Maar weet je wat Jezus denkt? Hij kende zijn hart. Hij wist al van tevoren, oh, met Zacchaeus zit het wel goed. Want Zacchaeus wilde niet voor niets Jezus zien. Dat was niet voor niets. Zo'n slechte man? Nee hoor. Hij wilde wat anders van Jezus. Hij wilde zich bekeren. En dat wist Jezus. Daarom keek Jezus omhoog. En hij zei, Zacchaeus, kom snel naar beneden. Want ik wil in uw huis vertoeven. En in zijn huis, daar kwamen ze in gesprek. En toen kwam Zacchaeus tot bekering. En hij wilde al zijn rijkdom ook delen met de armen. Dat was het verhaal van Zacchaeus. En er was ook een overwinning voor hem. Om zijn verkeerde gewoontes en zijn leven achter te laten. En Jezus te volgen. Dat was ook een van zijn overwinningen. En weet je, het kan best wezen dat je al heel lang ergens voor bidt. Oh, dat duurt toch zo lang, hè? Maar weet je, ik heb ook geleerd van de Heer dat je ook kan vasten. Wat het ook is, maakt niks uit. Je kan ervoor vasten. Want met vasten komt er meer kracht vrij. En dan worden je gebeden sneller verhoord. We hebben vorige week allemaal gevast. Heel veel van ons. Voorganger, vrouw, en Annie en nog meer. Weet je, voor dat het in de wereld zo onrustig is. Voor de ISIS. Of hoe noem je dat? He, voor de vijand. Want zij groeien als kool. En ik heb ook gehoord dat zij chemische wapens hebben. Dus toen heb ik gezegd, nou, we gaan maar vasten ervoor, want het is toch wel een gevaar in de wereld. Er kan oorlog doorkomen, of wat dan ook. Want de Heer wil ook dat wij in de bres staan voor ons land. En niet alleen voor ons land, maar ook voor de hele wereld. Als daar tenminste onrust is. Weet je, als je dichter tot God wil komen en leven, is het ook zaak om veel in te leveren van jezelf. Kijk maar naar Mozes. Mozes die ging de berg Sinaï op. En hij kwam God tegen. Hè? Hij ontmoette God daar in die berg. Dat heeft hij nog nooit gehad. Dat was nieuw voor hem. Maar toen hij God ontmoette en dicht bij hem was, toen veranderde zijn leven drastisch. Helemaal omgegooid. Waar Mozes nooit aan gedacht heeft. Zijn oude vertrouwde leven moest hij inleveren.
Want hij werd even leider van het volk Israël. Hij werd even leider. Hij moest uit Egypte, moest hij ze bevrijden en uitleiden. Dus als je dichter bij God wil leven, dan moet je heel veel ook misschien van jezelf inleven. Misschien moet je dingen doen die je niet zo leuk vindt. Misschien moet je de zending in. Dan zeg je, zending om. Ik moet mijn huis verlaten, mijn mooie dingetjes. Maar weet je wat zo mooi is? Als je daar eenmaal bent, dan krijg je veel meer van die. Dan denk je, nou, heb ik dat zo gemist? Al die dingen, ik heb veel meer gekregen. Veel mooier, veel beter. Dat heb ik ook wel eens gehoord, hoor. Van kennissen. Dan gingen ze naar de zending en toen zei ze van, ik kwam in de zending, zei ze, ik zag er zo tegenop en ik moest met mijn gezin er naartoe. En de kinderen waren nog klein. En ik kwam daar en ik had me toch een huis gekregen van die gemeente. Dat was gewoon een paleis. Dat was veel mooier dan wat ik gehad heb. Nou, zei ze, toen wou ik helemaal niet meer naar mijn kleine flatje. Ja, ze denkt, nou, dit is gewoon fantastisch en dan mooi weer elke dag. Het was in een warm land, hè, waar ze naartoe moesten. Dus zo kan God het ook leiden. Dus hij geeft je ook kracht. Als hij dingen drastisch verandert in je leven, geeft hij de kracht ervoor dat je dat kan dragen. Ik moet ook denken aan Lot. Uit Sodom en Gomorra, hè. Jullie kennen dat verhaal wel. Lot, met zijn gezin, was daar zo zondig volk, zo vreselijk zondig en wat ze allemaal voor verkeerde dingen doen, of deden. En God wilde de stad toch verwoesten, maar er was geen één die zich wilde keren tot God. Dus Lot moest daar uit het land gaan. Even in het kort gezegd hoor, want er staat er veel meer in. Maar, God zei tegen Lot, je mag niet achterom kijken. Want als je achterom kijkt, dan word je een zoutpilaar. En weet je wat ik zo mooi vind? Lot die ging zich niet afvragen van, ja maar Heer, ik wil toch even die stad zien, daar heb ik toch gewoon. En als het verwoest wordt, nou, dan kan ik zien hoe je dat doet. Nee, dat deed Lot niet. Die vertrouwde God zo, direct, hij keek niet. Hoe ver zijn wij, ik ook hoor, dat geldt ook voor mij, als God iets zegt, dat je op hem vertrouwt en je loopt door. Je kijkt niet meer naar het oude. Je kijkt niet meer achterom en zijn vrouw deed het wel. Zoals jullie weten werd ze een zoutpilaar en haar leven kwam tot stilstand. Dat is ook zo in het geestelijke leven. Als jij steeds achterom kijkt naar je oude leven, dan kom je tot stilstand geestelijk. En dan kom je niet verder met God. Daarom zegt God ook, hè. Of de Bijbel zegt, neem je kruis op en volg hem. En laat achter wat achter is. Want je hebt een nieuw leven in de Heer. En het is een heel ander leven dan het werelds leven. Dus, geestelijk gezien, willen wij toch geen zoutpilaar worden, of wel? Dus kijk maar steeds naar de toekomst wat God voor ons heeft. Nou, als praat ik misschien makkelijk hoor. Maar soms heb je ook heel veel strijd daarin. Dus dan kijk je maar vooruit en maar doorlopen, net als Lot. En zo zijn er nog zoveel dingen om te overwinnen in je leven. Als je een overvloedig leven wil, dan is loslaten van negatieve dingen, dingen die jou dwars zit of zat, gewoon loslaten. Want God wil jou een gelukkig leven geven. En loslaten kan ook genezing brengen van je oude wonden. Want loslaten is ook overwinning. De Bijbel zegt, laat los en je zult losgelaten worden. Deuteronomium 20 vers 3 tot en met 4, daar staat, ja daar mogen we wel ook mee lezen hoor.
Deuteronomium 20, vers 3 tot en met 4. Hoor Israël, gij staat thans vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden. Vrees niet, word niet angstig en siddert niet. Siddert niet voor hen, want de Heere uw God is het die met u gaat om voor u te strijden. Tegen uw vijanden. Ten einde u de overwinning te geven. Hier lees je dat de Heer voor je uitgaat en voor jou gaat strijden. En hoe vaak staat het woord niet in de Bijbel? Wel heel vaak, vrees niet, hè? Vrees niet, dat zegt God altijd, vrees niet. Waarom? Omdat wij hem hebben. Hij is overwinnaar, over alles. Dus eigenlijk als je met God gaat, heb je de overwinning al lang behaald. Alleen, je moet nog strijden. Dat is het enige. Maar als God zegt, ik ben met je, nou, dan ga je overwinnen je vrees en je angst. Ja, misschien moet je zeg maar naar de tandarts gaan en dan krijg je een gebit. Nou, dat zie je daar als bergen tegenop. Want ik hoor ook wel eens van mensen van hoe dat gaat met een gebit, hè. Dat is niet zo leuk, hoor. Dan wordt alles weggetrokken en dan bloedt het natuurlijk. En een wond en geboord, hè. En dan moet je meteen die gebit erin doen. Nou, dat lijkt me vreselijk pijnlijk. Dat moet je overwinnen. En dan kun je haast niet eten. Je kan haast niet lachen. Dus hoe gaat dat? Dus dat kan zijn dat je iets moet doen dat het pijnlijk is. En je zegt, o Heer, ik moet overwinnen, helpt u mij? Ja, zegt de Heer, dat weet je toch wel, dat ik overwinnaar ben en dat ik bij je ben. Ik zal het wel verzachten. Dat doet de Heer ook, als je daarom vraagt. Dus, als God zijn belofte geeft, dan doet hij dat. En dat vind ik zo mooi, dat je een grote God hebt eigenlijk, hè? Als een liefdevolle vader voor ons. Er is een lied dat zegt, geloven alleen, alles is mogelijk, geloven alleen. Dus in de overwinning is ook alles mogelijk. En Spreuken 24 vers 6 dat zegt, want met overleg moet gij de strijd voeren. En de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers. Ja, dat is zo. Kijk, soms kun je in een situatie komen dat je veel raadgevers hebt om je heen. En dan laat je, ja, dan laat je toch niet zomaar gaan. Want God geeft ook mensen die jou raad geven. Om een bepaalde zaak bijvoorbeeld misschien. Of iets waar je mee zit. En vaak heb je ook mensen, nou, ik luister er niet naar hoor. Ik weet dus wel hoe ik het moet doen. Maar soms geeft de Heer echt goede raad aan mensen. Bijvoorbeeld Herma. Ze kijkt zo, hè. Ze denkt, ik heb. Nou, ik weet het zelf niet meer wat het was, maar ik vroeg haar iets. En toen gaf ze toch zo'n wijs antwoord. Ik denk, nou, dat is een goede raad van haar. Ik weet niet meer wat het is, hoor, Emma. Maar echt, mensen om je heen, christenen, vrienden, familie, die kunnen je goede raad geven. En dat is ook vaak van de Heer. Je hoeft niet altijd direct een stem te horen van de Heer of een profetie. Maar God spreekt op allerlei wijze. Op allerlei wijze. Soms door kleine dingetjes, dan merk je dat de Heer tot je spreekt. Ja, ik heb ook wel eens meegemaakt hoor. Dan denk ik, hé, ik heb dat al een poosje geleden gevraagd. En ik had helemaal niet meer aan gedacht. En nou, spreekt de Heer in één keer en dan kom ik ergens en dan zie ik een tekst. Ja, hoor je, dat is het. Dat heeft de Heer gesproken, zo spreekt de Heer ook. Dus de Heer is veelkleurig. Hij spreekt op allerlei wijze tot ons. En dan zeg ik nogmaal, en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers. En ik zou zeggen, in de veelheid van kinderen Gods.
familie, kennissen, buren misschien, hè? In allerlei dingen. En ik hoop dat jullie, en wij allemaal natuurlijk, nog meer overwinningen behalen in Hem en dat wij nog meer op Jezus gaan lijken. Amen.